Jo Weerts, 4 weekenden, allemaal evenementen, wedstrijddagen, hoe voel je je? Geweldig, het is nog steeds heerlijk. Vanochtend ik werd wakker, ik denk ik blijf nog een paar uur in bed liggen. Maar zodra je hier komt en het gras ruikt, bij wijze van spreken, het groezemoes van de tribunes, de korpsen die zich al aan het kleden zijn en noem maar op, dan is het gewoon weer één brok energie. Maar er is wel wat vermoeidheid? Er is absoluut vermoeidheid. Ik heb afgelopen donderdag de Womsby-wedstrijden gedaan. Die begonnen om 4 uur. Nou ja, dat betekent dat je zelf vanaf 3 uur eigenlijk al bezig bent. En volgens mij was het 11:15 toen de uitslag bekend was. Nou, dan ga je naar huis. Want vrijdag mocht ik om 10:30 me weer in het theater melden. Omdat ik gisteren de presentator was van de slagwerkwedstrijden. Nou, dat duurt dan ook weer tot 11:00 s'avonds. En vanochtend waren we even vroeg hier, geloof ik. Hè? Licht was net op. Nou, het eerste weekend was je erg onder de indruk van alles wat er gebeurde, alles met de korps. Hoe is dat nu? Nou, het blijft geweldig. En inmiddels heb ik door donderdag, dat zat ik ook straks in de aankondigingen vandaag en morgen meegeven, nog hele nieuwe ervaringen meegemaakt met Colombianen die gewoon geen geld hebben om de bus te kunnen huren. En dan bijna van plan waren om te voet van de campus naar het stadion te lopen om een optreden te kunnen doen. Want ze hebben geen geld om een bus te huren. Of gewoon een korps uit Brazilië, 5 jaar lang gespaard. Ze hebben 120 leden. Vervolgens blijkt dat ze net geld genoeg hebben om met 85 mensen naar Nederland te komen. Dus nog even een interne competitie van wie mag er mee naar het Wereldmuziekconcours. Dan zijn ze hier voor de eerste keer en dan worden ze nummer 4 in de Womsby-ranking. En dat betekent dat ze op de finale dag mogen optreden. Ik heb 2 volwassen kerels echt zien huilen op dat podium toen die uitslag bekend werd. En dat is fantastisch. Geeft dat een behoorlijk extra dimensie, al die buitenlandse inbreng? Nou, het is niet eens de buitenlandse inbreng, wat voor mij echt, kijk, het is een mooi schouwspel, maar dat doen de Nederlandse korpsen ook, of de Europese en de niet-Europese, hoe je het ook maar wil zien. Maar wat gewoon heel bijzonder is, is de emotie van de mensen, de emotie die ik bij wijze van spreken kan ruiken als ik even een praatje maak met de tambourmetre, de emotie die dwars door mijn lijf heen gaat als ik de punten heb benoemd en een korps helemaal uit de bol gaat omdat ze 82 punten hebben. Dan denk je, kun je nou blij zijn bij 82 punten? Ja, want 4 jaar geleden hadden ze 77 punten. En die energiestoot, dat is geweldig. Het is nu het laatste weekend, de grote climax. Wat verwacht je ervan? Nou ja, het stadion zit morgen helemaal vol. Vandaag dacht ik ook 12.000 mensen op de tribune. Dus alleen dat al is een feest. Het is alleen te hopen dat onze liveer een beetje meewerkt. Want vanmorgen is er toch regen aangekondigd. En dat is jammer. Maar sowieso, we gaan het stadion een beetje afbreken.